Welkom terug bij Verrassend Sint Oederode deel 2. We hebben de historische markt verlaten en staan nu bij het molenwiel, een flinke vijver. Water uit de Dommel werd hier naar het molenwiel afgeleid, waarbij het hoogteverschil in waterstanden werd gemaximaliseerd, zodat er een watermolen kon draaien. Dat was de Borgmolen, een dubbele watermolen die inmiddels helemaal verdwenen is. De keermuur is een verwijzing naar die oude verdwenen Borgmolen. De twee kleurrijke sofa's, Lolo en Lulu, met daartussen een tafel, vormen een kunstwerk gecreëerd door Jan Snoek in 1995. Deze flinke eik wordt omgeven door een ijzeren hekwerk met erop de letters J en B. Die staan voor de trouwdag van Juliana en Bernard in 1937. Huize de Kolk is een sterk gewijzigd versterkt huis aan een zijtak van de Dommel. Het vorige huis brandde in de 17e eeuw af, maar werd herbouwd. In de loop der jaren werd het huis vergroot, onder meer door een verdieping op het reeds bestaande gebouw te plaatsen. Het huis is gerestaureerd en is particulier bezit. Kolkzicht is een van de urban villa's die tussen 2006 en 2009 in Sint Oederode zijn gebouwd. In de pui zit een ingemetselde steen die herinnert aan de Joodse synagoge die hier vroeger stond. De hambrug over de Dommel is gebouwd in 1943-1944... nadat de vorige brug in mei 1940 was opgeblazen. De stuw onder de hambrug is vervangen door een vispassage, bestaande uit 5 stenen drempels op de bodem van de Dommel. Dit maakt het voor vissen mogelijk om het oorspronkelijke hoogteverschil te overbruggen in kleinere stappen. Hierdoor kunnen de vissen zich weer verplaatsen van de Maas tot aan de kleinere bovenloopjes van het stroomgebied van de Dommel. Aan de oever van de Dommel staat dit vriendelijke kerkje. Menig een die over de A50 van Os naar Eindhoven rijdt, zal ter hoogte van Sint Oederode dit kerkje herkennen. Het is een soort landmark voor automobilisten. Rond 1400 stond hier een kapel. Wat later werd de toren aangebouwd. Oorspronkelijk was dit de katholieke Sint Maartenskerk. Bij de Vrede van Münster in 1648 kwam de kerk in handen van de protestantse gemeenschap van Sint Oederode. De naam van het kerkje luidt Knoptorenkerkje. En dat is vreemd, want de kerktoren heeft geen knop als top, maar een lantaarn. De grote zware knop is in 1800 naar beneden gekomen, dwars door het kerkdak heen. Toen hebben ze in 1806 maar een lantaarn als top op de toren gezet. Eigenlijk zou het nu dus het Lantarentorenkerkje genoemd moeten worden. Maar Brabanders houden van traditie. Het is dus Knoptorenkerkje gebleven. Eind jaren 60 van de vorige eeuw vond een grote renovatie plaats van de kerk. De ingang van de kerk werd verplaatst van de achterzijde naar de toren. En in 2003-2004 werd de toren in oude luister hersteld. De overgebleven muren van een oudere kerk vormen nu de muren van het kerkhof. Sint Oederode was eens het centrum van de klompenmakerijen en de klompenbeurs. Deze reuzenklomp uit 1979 herinnert aan die tijd. Een eerdere reuzenklomp uit 1974 werd vernield. Sint Oederode werd in september 1944 tijdens de geallieerde opmars naar de Rijnbrugge bevrijd door de 101e Airborne Divisie. Uit waardering voor de moed, sympathie en vriendschap die de geallieerden ondervonden van het verzet en de bevolking in de corridorgemeente,
hebben de veteranen van de 101e Airborne Divisie in 1994 dit monument aan de Nederlanders opgericht. Langs de oevers van de Dommel heeft Sint-Oederode deze rij moderne urban villa's gebouwd. In gewoon Nederlands. Comfortabele woongebouwen met appartementen. Bij de houtmoedaanmoediging betreden wij het oude kerkhof van de Sint-Martinuskerk. Het is ontworpen in de romantische stijl van de 19e eeuw. Een tuin met veel bomen en struiken. Bij de ingebruikname in 1854 was een gemeentelijk verbod nodig om te voorkomen dat stoffelijke overschotten van de oude begraafplaats bij de hervormde Knoptorenkerk werden opgegraven om die daarna te vervoeren naar deze nieuwe Rooms-Katholieke begraafplaats. We lopen op de oude begraafplaats door naar de Calvariberg. Dit is een imitatie van de berg waar Christus werd gekruisigd. De Calvariberg uit 1909 is opgericht ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van pastoor A.J. van Erp. Van Erp was een echte bouwpriester. De heuvel is uit baksteen opgetrokken, met cement afgewerkt en gemodelleerd. Centraal op de berg is een kruisigingsgroep geplaatst, bestaande uit 4 levensgrote figuren. De stervende Christus aan het kruis en 3 treurende figuren Maria, Maria Magdalena en Johannes. Boven het graf staat het rijzige beeld van de Christus Triumphator in geplooid gewaad met kruisstaf en vaandel. Voor de grot staan 2 verschrikte Romeinse soldaten in vol ornaat, waarvan 1 de rechterhand met lans is kwijtgeraakt. In de grafsplonk bevinden zich 2 Romeinse soldaten in gehurkte en zittende houding. In de noordzijde van de berg is een nis uitgespaard met daarin een levensgrote Christus op de koude steen, met gebonden handen, een gewaad om de schouders, een staf in de hand en een doornenkroon op het hoofd. Hier, voor de Oderkapel uit 1934, ligt sinds 1966 bisschop Bekkers begraven. Dommelrode is nu het kasteel-raadhuis van Sint-Oederode. Hier stond oorspronkelijk een omgracht en een versterkt 16e eeuws huis, dat in 1605 werd verbouwd door jonker Marcus van Gerwe, de laatste Spaanse kwartierschout van Peeland. Het slot stond toen bekend onder de naam De Bocht, maar werd ook wel Boerenzweet genoemd. De naam Dommelrode kwam in gebruik in 1765 toen graaf Maurits van Nassau-Laleck het kasteel kocht. Het kasteel werd in 1819 aangekocht door de zusters Augustinessen, die in 1796 tijdens de Franse Revolutie waren verdreven uit hun klooster Mariendaal in Diest in België. Zij richtten het kasteel in tot slotklooster Mariendaal met een Frans pensionaat voor jonge dames. Toen de zusters in 1954 wegtrokken, kocht de gemeente het kasteel. In 1963 werd het als raadhuis in gebruik genomen. Bijna alles wat de zusters hadden gebouwd werd toen afgebroken. Alleen de witte buitenmuur met het houten medaillon herinnert nog aan de vroegere pensionaat. De uitbreiding aan de achterzijde werd gerealiseerd in 1996-1997. Bij sporthal De Strepen lijkt het erop dat er iets mis is gegaan bij de planning van de trap naar boven. Het bovenste en onderste deel zijn verschoven ten opzichte van elkaar. Of zou dit misschien een kunstuiting zijn? Het culturele en educatief centrum Mariendaal is sinds 2003 ondergebracht in het meest futuristische gebouw van Sint-Oederode. Hier staan we voor kasteel Henkeshagen. Nou ja, kasteel. Het is eigenlijk geen echt middeleeuws kasteel, maar een opgesierd herenhuis. Rond 1850 heeft de toenmalige eigenaar het huis zo verbouwd dat het op een middeleeuws kasteel is gaan lijken. Henkeshagen betekent zoiets als
het door een haag omgeven goed van Johannes. Toentertijd was het noodzakelijk om je grond met een haag af te rasteren om te voorkomen dat loslopend vee de gewassen opvrat en vertrapte. In 1940 kwam het kasteel in handen van de gemeente Sint-Oederode. De oorlogsjaren deden Henkeshagen geen goed en het dreigde een ruïne te worden. In 1958 kon het kasteel worden hersteld in de luister van een eeuw geleden. Nu is het een locatie voor feesten en partijen. De oude poortwachterswoning van kasteel Henkeshagen uit 1909 staat aan het begin van de oprijlaan. Vroeger was hier een grote toegangspoort. In dit authentiek ingerichte smederijtje annex woonhuis legde Harry van den Kamp uit Ravenstein in 1950 grondslag voor de latere NV Oda Staalwerk, die in 1967 opging in de Arendgroep. Tegenover het nietige smederijtje staat het Arendcomplex. In 2014 verhuisde het Arend hoofdkwartier van Amsterdam naar Sint-Oederode, waar het grootste deel van het bedrijf al gevestigd was. In Sint-Oederode is een omvangrijk seniorenkwartier. Heel veel seniorenwoningen en seniorenappartementen. Die appartementen zijn erg in trek bij oudere agrariërs uit de wijde omgeving van Sint-Oederode die met pensioen zijn gegaan. De Hof van Rode bestaat uit 186 seniorenappartementen. Achter de Hof van Rode ligt het verzorgings- en dienstencentrum Odendaal met 108 zorgappartementen, 3 kleinschalige woongroepen en ruimte voor dagzorg, groepsverzorging en tijdelijke opname. De geschiedenis van het pad Stompershoek weerspiegelt in het klein heel mooi de veranderingen die in Sint-Oederode de afgelopen 150 jaar in het groot hebben plaatsgevonden. Stompershoek is in 1864 gebouwd als pastorie van de hervormde gemeente. In 1947 werd het omgebouwd tot rusthuis voor oude vandagen. Van 1965 tot 1980 was het een hotel-restaurant. Daarna werd het eigendom van de gemeente die het gebruikte voor de centrale huisvesting van gemeentepersoneel. En in 1997 is het verkocht en omgebouwd tot 4 appartementen met 3 appartementen in de naastliggende tuin. Naast Stompershoek staat het Zand met 6 appartementen.